Hoi, ik ben Sabrina. En ik ben Natasha. Jullie gaan zo kijken naar... naar de film Lokaal 1234. Doei. Philip Braams is de tweede genomineerde. Hij is de bedenker van Hollywood in de Klas. Een filmfestival voor schoolkinderen. Ach, hij kan het eigenlijk veel beter zelf vertellen. Kinderen kijken heel veel tv. Audiovisuele vormgeving komt steeds meer naar kinderen toe. En ik probeer ze daar met Hollywood in de Klas wat van te leren. En dat doe ik dus op verschillende manieren. Met een standaard brede schoolcursus. En met het filmfestival. Het grappige is denk ik van het hele concept, het filmfestivalconcept, is dat kinderen zoveel mogelijk zelf doen. Met de hele groep schrijven ze een verhaal. Vervolgens maken ze ook alle decors zelf. En natuurlijk de opnames, daar hebben ze ook allemaal een bepaalde taak. En het enige wat ze niet echt zelf doen is de montage. Hoewel ik daar ook een bepaalde vorm in probeer te vinden om ze daar in ieder geval iets over te leren, zeg maar. Hollywood lag vandaag voor één dag aan de Maas. In Pathé de Kuip in Rotterdam-Zuid werden namelijk Oscars uitgereikt aan 250 kinderen van scholen uit de deelgemeente IJsselmonde. Ze hebben in totaal 12 korte filmpjes gemaakt. En die werden door een professionele jury beoordeeld. Dus er waren 5 juryleden en die hebben alle 5 gekeken op hun specifiek vakgebied. Er was een directeur van een castingbureau die keek naar de acteerprestaties. Een kunstenaar keek naar de decors. Iemand die veel verhalen schrijft, die keek naar het verhaal. En er was een productieprijs voor de school, zeg maar, die alles een beetje het beste op orde had. Ik heb tegen de kinderen verteld dat ze in gala moesten komen. En niet allemaal, wel een goede 50% heeft dat wel gedaan. Nou, dit zijn dus de tekeningen van het winnende filmpje, Gered. Dit is dan de tekening van de kajuit, waar ze dus in terechtkomen. Vervolgens bouwen ze een vlot. En daar varen ze mee over de oceaan. Nou, zoals je ziet is het redelijk eenvoudig. En ook ja, klein, het is niet veel groter dan A3. Nou, dit is het schip waarmee ze dus worden gered. En zoals je ziet is dat redelijk eenvoudig gemaakt met een soort stof. En de kinderen die spelen dan hier. En dan komt er zo een touwtje naar beneden en komen ze zo op het schip terecht. Dan mogen ze bij de kapitein komen. Dit is de kajuit van de kapitein. Daar worden ze verwelkomd. Dan vragen de kinderen van ja, hoe heet dit schip eigenlijk waar we nu op zijn? En dan vertelt de kapitein dat ze gered zijn door de Titanic. Meneer de kapitein, maar hoe heet het schip? Dit schip heet Titanic en het zinkt nooit. Gaat. Philip Braams.